Ja. Dankjewel, Ronald. Staat er opeens een grasmaaier op de Wilde Veren? Waarom? Omdat niet alles klaar is deze zomer. Yes! Rijmer, ik heb een cadeautje voor je! Ik was er al naar op zoek. Naar wat? Naar de grasmaaier. Naar de grasmaaier. Want het is hier een jungle, zoals je ziet. Ja, ik heb hem meegenomen voor je, Tijm, hè? Ja, wat lief. Oké, okay, ready? Ready. Kom! Goed bezig, Tijm. Zit erop, Tijmen? Ja. Ja, maar gaan we hem niet doen? Lunchje. Lunchje. Oké, okay, let's go. Dat is fijn. Hoi. Hallo. Olly. Mag ik hier zitten? Zijn we in focus? Ga je even checken? Kan ook. Er moet iets zo. Iets meer zo? Ja. Kijk, dames en heren, we hebben hier regisseur achter de camera. Die zie je niet, maar die zitten wel. Wie is dat? Max? Ja, Max doet laser deze week. En ik zag dat je droog om wou vallen, maar was dat niet gelukt? Nee. Toch in het waterballon. Ja, we moeten eigenlijk altijd beginnen met... dames en heren, ik wil eigenlijk altijd beginnen met de introductie over het weerbericht natuurlijk. Want dat is namelijk het eerste wat je altijd hoort, toch? Vanmorgen toch wel wat stortbuien. Maar toen waren wij nog aan het ontbijten, dus dat was geen probleem. Eenmaal het water op, een beetje bewolkt, lekker windje. Nu zitten we hier te lunchen en de zon schijnt. Ja. Stijgende lijn. Temperatuur, 20 graden. Windkracht 3-4. Windkracht 3-4. Planeren met de laser, of niet, Max? Ja. Ja? Heb je al geplaneerd? Ja, een beetje, ja. Lekker. En wat gaan we vanmiddag doen? Ja, we gaan weer keihard over het water heen. De kat natuurlijk, hè? Doe je katamaran? Echt waar, ik heb de katamaran! Ja. Dat is de vetste boot van de beer. Zeker, natuurlijk. Ja? Nog niet omgeslagen? Nee. Wat doe je dan, Pauline, als die omslaat? Heb je daar geen filmpje over gemaakt? Ja, daar heb ik een filmpje over gemaakt. Ja. Waar kan je die vinden? Oh, daar zo. Ja. En, ik heb nog een prijsvraag. Oh, voor mij? Ja, voor iedereen. Okay. Als je iets wil winnen. We geven wel eens wat spulletjes weg hier, soms. Grasmaaier. Ja, grasmaaier, want Tijn heeft net een grasmaaier gekregen. Die kan je winnen. Nee, die kan je niet winnen. Oh, die kan je niet winnen. Daar hebben we er maar één van. Nee. Pak even gelijk wat je kan winnen. We zijn hier allemaal heel benieuwd, hè, wat ik heb meegenomen. Kleine introductie, je krijgt elk jaar een cadeautje natuurlijk als je hier bent geweest. Maar als je nou niet bent geweest en jullie hem ook hebben, kan je hem nog steeds krijgen. De enige echte Beard Pop Socket voor je telefoon. Nice. Dus Pauline, geef me je telefoon maar even. Even demonstreren hoe dat werkt. Er zit hier een stickertje, die haal je eraf. Zo, en dan... En dan heb je de Beard Pop Socket. Ik raak mijn telefoon nooit meer kwijt. Nee. Wil jij hem ook hebben? Dan wil ik één ding van je weten. Hoe lang is de mast van de Reaclip? Zijn die als eerste reageert, die wint hem. Max, heb jij een idee hoe lang die mast is? 500 centimeter. 5 meter. Hij is wel langer. Wat denk jij? Klein tipje van de sluier, hij is langer dan 10 meter. Hij is langer dan 10 meter. Ja? Bijna met 5. Jeroen, wil jij popsocket winnen? Ja, we willen alleen één ding weten. Hoe lang is de mast van de Rea? Ja, dat willen we weten. Dus, één persoon die dat weet, hè? 1 centimeter. Eén persoon. Ja. En dat ben ik. Ja, beantwoord komt volgende week in de vlog. En als je het nou niet exact weet, dan doen we natuurlijk wel degene die dichtstbij zit. Want ja, het is niet afgerond op de meter. Lekker bezig, Tijmen! Yes! Hoi! Hallo! Wat gebeurt dan, Anouk? Wat gebeurt hier? Het gebeurt hier dat er allemaal nieuwe aankomende instructeurs aan het trainen zijn. Oh ja. Dat gebeurt hier. Ik zag al een paar van die hele goede zeilboten die heel mooi hier in een rondje varen. Kijk. Ja, klopt. Wat zijn ze aan het doen? Ze zijn aan het trainen om een niveau 4 te halen om instructeur te worden. Ja, wat voor oefening zijn jullie nu aan het doen? Wij zijn nu heel druk bezig met hoog aan de wind varen en met hard aan de wind. Oké, Saskia, groot zo strak mogelijk, fok zo strak mogelijk. En kijken waar gaat de fok killen. Dan vaar je het hoogst aan de wind als je kunt. Strakker, strakker, strakker. Kijk op je hoger kant. Je gaat nog best wel hard. Hoger, hoger. Doe het goed, Ben? Zit verbetering in.
Dat moeten ze proberen, ja. Mevrouw. Hoi. Hi. Dames en heren, Josephine, die is lesgegeven. Ja. Wat wil je doen? Wat moet ze doen? Ze moeten aan de wind varen. Ook ja, al? Daar moesten ze dat ook al doen? Oh, dat vind ik wel gek op zo'n zeilschool. Ja. Dat hoeft meestal niet, toch? Leer je toch wel meer dingen dan dat? Of doe je allemaal niet dezelfde dingen? Niet op maandag niet. Dit ziet er wel goed uit, toch? Of niet? Is het niet hoog? Maar het is nog niet heel hoog. Maar het is, ja. Hey, hier zat Jessica. Oh. Wow. Hij klappert de kar ervoor. Sorry. Ja. Wat zei jij? Je bent al nooit? Ik heb nog nooit de week 2 afterhoofd gezien. Nee, klopt. Die is er ook niet. Nee. Die is er ook niet. En dit jaar wel. Kan je aanleggen? Moet aan. Dat is mijn hoofd. Oh, moet ik nu al in de weg? Nee hoor. Oké, dit wordt spannend, dames en heren. Even aanleggen. Eitje, dat dacht ik ook, tikken we aan! Goed bezig, dames. Dankjewel. Kom maar even een kaart. Je hebt een goede boot uitgekomen. Ja, lucht, hè. Moet je kijken. Maar het trekt als het goed is net langs. Dus met een beetje mazzel houden we het droog vandaag. Als je klaar bent, mag je hierheen komen. Ja. Nu in het water. Ja, dat zal wel lachen zijn, hè? Wow! Heel. Maar er worden nog wel meer grapjes gemaakt op zijn dak, of ben ik de enige die dit doet? Nou! Je wilt het zo snel mogelijk dat zeil omhoog hebben, want zodra je dat zeil omhoog hebt, dan heb je controle en kun je wegvaren. Ja, yes? Oké, dus ga maar in je boot zitten. Eén iemand fokkenist, één iemand stuurman. Gaan we timen? Ja. Want het moet in 2 minuten. Ja. 3, 2, 1, go! Moet je kijken wie we hier tegenkomen. Wat toevallig, jij ook in Friesland. Ja, maar... Want ik wil eigenlijk even... samen met Tijmen, de grote gasmaaikoning, de vlog afsluiten. Kijk, even oploeven en zo. Wat moet er dan nog gebeuren, Tijmen? Het gas. Ja? De gasmaaier moet terug. Want, ja, en de hoekjes. Oké, de hoekjes. En dan hebben we de bosmaaier van nodig. Hebben we die bij je? Nee, die heb ik niet bij me, maar die kunnen we wel even regelen. Oké, top. Tot morgen. Ja. Ja, steady. Steady. Hier, gewoon aan de wind. Zie je dat? Ja, dat kan ze wel. Oké, we gaan hem afsluiten daar. Kom, we gaan even checken. We gaan even gas in. Ja, is goed. Okay. Zo, zijn we weer. Nou, timen. Ja. Het is dat het nog een beetje moet. Ja, dat moet, ja? Het gaat wel weg. Het waait wel over. En morgen gaat het waaien, dus morgen waait het sowieso alle kanten op. Ja. Tevreden? Ik wel. Jij? Ja. Ja, ik vind het wel netjes. Het ruikt altijd zo lekker, hè, als je het gras maait. Maar mijn schoenen zijn helemaal groen. Zijn groenen zijn ook helemaal schoen. Ik bedoel natuurlijk, zijn schoenen zijn helemaal groen. Maar goed, dat was het voor vandaag. En lekker dan. Oh, ja, dat was een lekkere dag. Dat was een lekkere dag. Oh ja, catch it. Als je de popsocket wil hebben, hoe lang is de mast van de Reeklif? Graag in centimeters in de comments. Degene die dichtstbij zit, wint hem. En als je heel snel reageert en je hem goed, win je hem ook. Het is langer dan 10 meter, dat is tipje. En voor de rest? Abonneren. Abonneren op het kanaal, dan zie je natuurlijk elke week een nieuwe video. Elke week 2 nieuwe video's. En als je meer informatie wilt hebben, ja, dan kan je natuurlijk ons ook even volgen op Insta. Want daar komen af en toe wat foto's voorbij. En we hebben woensdag waarschijnlijk weer de Wallpaper Wednesday. Dus daar kun je wat wallpapertjes kopiëren. Ik heb ze al gezien. Ja? Ja, ik heb ze al gezien. Dat is mooi. Ik vind ze wel leuk. Ook eentje van mij, toch of niet? Ik weet het niet. We moeten even kijken naar... Kijken wie mij als achtergrond wil hebben. Daar gaat iemand anders over. Maar, en nu? Eten. Eten. Maar ik denk dat ik nog even een heel klein stukje gras ga maaien, want daar... Ja. Daar zit nog wat Daar zit nog een heel klein stukje. Ja. Tijmen, je hebt je best gedaan, maar toch nog wat vergeten. Tot dan! Ja.
Dat zijn mijn schoenen, hè? Oh ja, ja, dat zijn die schoenen. Die zijn een beetje groen. Ja. Ah joh, hè? Wasmachine. Ruiken wel lekker. Ja? Ik zeg wel eerlijk.